mensen. Moederweek, vandaag waarschijnlijk de drukste dag van deze week. En we hebben net alle bloemen gefotografeerd en die staan nu in de cel. En ik ben zo enthousiast. Ga met me mee en kom kijken. We hebben echt volle bak. Veel vastgelegd bij kwekers, want ik was toch bang dat er een tekort zou zijn. Veel kwekers hebben hun productie verlaagd in verband met de corona. Maar kom kijk. Zulke mooie handel. Sneeuwballen van de allerbeste kwaliteit. Je kan ook nog kiezen. En die zijn ook hartstikke mooi van buiten. Mooie delphiniums. Allium's waren er vandaag. Heel veel aanbod. De prijzen zakten. Dat had ik niet verwacht. Maar ze zijn eigenlijk spotgoedkoop. Digitalis. In een mooie zoomkleur. Pioenen, vandaag was echt feest. Ze worden en heel erg mooi, maar ze waren vandaag ook nog heel betaalbaar. Dus doe jullie voordeel mee, maak er mooie boeketten mee en verwend de moeders in Nederland. En in België. Lieve lust. Had u deze kleur al eens gezien? Hartstikke nieuwe celosia's. Heel erg mooi. Dit is Pioen Louis van Houten. Normaal heeft hij een klein knopje, heel betaalbaar soort, maar ze zijn heel erg mooi. Doe er uw voordeel mee vanmiddag. Deze zijn ook mooi, hè? Fantastisch. Een mooie lange. En onder de euro, waarschijnlijk iets van 60 cent. Heerlijk om mee te werken. En in het oranje, en kijk dan die delphiniën. Wauw! En in de leeuwenbekken, in een heerlijke vrolijke kleur. Geen dianen zijn er alweer, maar ook mooi lang. Prachtige kwaliteit. Het wordt in het voorjaar altijd, elke week wordt het weer mooi. Kijk naar de gerbera's. Onwijs. Kijk van dichtbij. Verras de mensen ermee. Waanzinnig. Stakkers. Jullie kennen die blaadjes met de ezelsoren, maar deze hebben roze bloemetjes. Voor een liefhebber. Alle latires. We hebben ze in alle kleuren. In de winter uit Japan, daar zijn ze ook zo lang, maar nu hebben we ook Hollandse kwekers. De kwaliteit dermate opgeschroefd dat ze ook zulke lange latires kunnen telen. Het is uniek. Mooie dikke stelen, ze zijn voorbehandeld met zilvernitraat en de houdbaarheid is ruim 10 dagen. Heel mooi. Kwekers creëren van alles. Ze kruisen, ze vermeerderen en ze maken soms zelf ook kleur. Je mag ervan vinden wat je wil, maar de kleur is leuk. Een soort engelwortel. Die komen niet uit Nederland, die komen pas later, alhoewel ik het eerst al gesignaleerd heb. Uit Italië of Portugal. Erg leuk. Oh, kijk dan. Schitterend.
ongelooflijk kwaliteit. En die kan je zo houden zonder dat ze ombuigen. Dat is echt uniek, want ze zijn altijd heel zacht. Occipitalen, prachtig. Classic, keihard, blijven mooi, schitterend, wat een kleur. Hou je van gekke bijzondere dingetjes? Wel eens gezien? Leuk hè? Lust om hier te lopen. In alle kleuren. Weet je nog de eerste Asclepia Beatrix? Als je ze dan zo hield, dan hingen ze zo. Een nieuwe kweker die zich erin gespecialiseerd heeft. Super, super, super kwaliteit. In 3 maten. Het is zo fijn dat kwekers al die producten elk jaar opnieuw verbeteren. Als je nu de bloemen ziet ten opzichte van 10 jaar geleden, dan is er heel veel vooruitgang. Compliment aan de kwekers. Een rondje door onze voorraad. En het leuke is om te vertellen dat de klanten die zijn al anderhalf uur aan het bestellen. En ik kan echt met blijdschap vertellen dat al 60% van de voorraad is verkocht. Het moet er nog 4 uur is de webshop nog open. Het is echt uniek wat er gebeurt deze week. Nog nooit mee. Ik wens u heel veel sterkte met al het werk wat u hebt. Een hele goede verkoop. En heel veel plezier. Dank u wel. Ook een trekerij. Niet verder vertellen. Thank you.